Jasper Dijk van de SP hier in de Tweede Kamer. Ja, de mediawet, de aangepaste mediawet, zo wordt zometeen behandeld. Vanuit de oppositie zijn er toch wel wat zorgen als het gaat om de regionale journalistiek, het voortbestaan daarvan. Ook door de bezuinigingsplannen op de regionale publieke omroepen. Deelt u die zorg? Ja, die zorg die deel ik absoluut. Je ziet al jarenlang een proces van verschraling in de regionale nieuwsvoorziening. Met name bij de dagbladen natuurlijk, maar ook elders. En ik vind dat de landelijke politiek zich dat moet aantrekken. En daarom wil ik ook een voorstel doen om die regionale nieuwsvoorziening te versterken in plaats van te verzwakken. Toch, er moeten 17 miljoen worden bezuinigd bij 13 regionale omroepen. Bijna 5 miljoen daarvan, ruim 4 miljoen, moet worden op de redacties worden gehaald. Dus gaat ten koste van die journalistiek. Tegelijkertijd zegt de staatssecretaris, ze vindt het heel belangrijk dat die regionale journalistiek een waakhondfunctie heeft bij politiek die steeds meer landelijke taken erbij krijgt. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, dat verhoudt zich niet tot elkaar en dat bewijst maar weer dat deze liberale staatssecretaris Sander Dekker weinig hart heeft voor de publieke nieuwsvoorziening. En daarom zal ik ook een voorstel doen om die bezuiniging juist op die redacties van de regionale zenders terug te draaien. En daarbij nog een bedrag te investeren in betere regionale nieuwsvoorzieningen. Want, laten we wel wezen, op het moment dat de regionale nieuwsvoorziening verschraalt, dan verzwakt dat ook de controle op de democratie. Je hebt gemeentes en provinciebesturen waar geen journalist meer te vinden is. En dat is uiterst zorgwekkend, want op dat moment kan een bestuur, burgemeester, wethouders, gedeputeerden hun gang gaan en komt de bevolking er niet meer achter wat ze precies uitspoken. Ik vind het een kerntaak van de overheid dat de controle op de macht goed wordt geregeld. En daarom zal ik een voorstel doen om te investeren in de regionale nieuwsvoorziening. En hoe stelt u zich dat dan voor? Nou, tegelijkertijd is helder dat het aantal communicatiemensen bij voorlichters. Voorlichters, communicatiemensen bij overheden enorm is toegenomen. Het zou nu al zo zijn dat je op één journalist 3 communicatiemedewerkers kunt vinden. Dus het is enorm uit de klauwen gelopen. Ik ga voorstellen om het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers fors terug te schroeven bij de Rijksoverheid. Maar als het even kan ook bij provincies en gemeentes. Dat zou gehalveerd kunnen worden. Daarmee kunnen we minstens 10 miljoen euro ophalen. Dat geld kunnen we stoppen in de regionale nieuwsvoorziening. Dus minder voorlichters die ook wel natuurlijk verhalen naar buiten brengen van die instanties. Maar u zegt van ja, dat is niet onafhankelijk. Precies. Kijk, een voorlichter is altijd in dienst van een organisatie en heeft één belang voorop, dat die organisatie zo goed mogelijk in het nieuws wordt gebracht. En dat kan nog wel eens tot de vertekening van de werkelijkheid leiden. En journalist heeft tot taak om onafhankelijk nieuws te brengen. En ik wil dat dus journalisten versterkt worden en dat het aantal voorlichters wat mij betreft flink kan worden teruggebracht. Denkt u dat u daar enige steun in zult vinden in de Kamer of staat de SP hier alleen in? Ja, dat gaan we vandaag ontdekken. Elke politieke partij die de controle op de macht serieus neemt, die staat voor ook een sterke regionale nieuwsvoorziening, die zou mijn voorstel moeten omarmen.